Het is vandaag 23 juli, de 126e jaardag van Haile Selassie. Excellentie, ziet hoe goed en lieflijk is het. Als broeders en zusters van verschillende landen. Het is vandaag 23 juli, de 126e jaardag van Haile Selassie. In verband hiermee heeft vice-president Ashwin Adim een bezoek gebracht aan de Rastafarian-beweging in Suriname in hun centrum aan de Hortwin-Sirusstraat te Wanica. De VP is ontvangen met een psalm. President, waar liefde woont. Gebied Almighty Selassie de zeker. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Furu ne konfori Rastafari. Afosan for Rastafari na educate yourself. Rastafari. Educate yourself. Da yo sa pay pay go an a pay pay moko. Mele kwa artist, wise man dat, kwa kwa project. Sa na an social project. Isabi di ayer gemeenskap. Isabi gado kisa mi kan deskriva pa ku fele forkeer. Des was en bezig met een project. En of ku benade bepaalde instaties ba. Maar een respons schwakke. Isabi, dus dat gelegenheid die ze moet ik voor overhandig aan brieven die ze naar mijn nieuw album, die meneer Adima. Dus hij deed het veilig verkeer. En ik hoop dat het lekker feit dat je accepteert aan mijn lekker feit dat je support doet. Dat wij geef dank voor gelegenheid. Hierna is het volkslied gezongen waarna aan de vicepresident is voorgehouden waar de Rastafari-beweging voor staat. Zo gaf een van de vertegenwoordigers aan dat er binnen deze beweging geen plaats is voor crime. Waar zij voor gaan is het opliften van de jeugd. Ja man, dus Ayana is Refi, like manager voor a Black Empire Promotion. A Black Empire Promotion na mijn organisatie zijn na voor bepaalde evenementen in Sranang. Voor je potis, maar voor je psma. Vice-president Adin gaf de organisatie mee dat het goed zal zijn als ze zich verenigden in een federatie. Deze zal dan het aanspreekpunt zijn van de regering. The one thing. Dat take a standaard in een beleid kan uitvoeren en los aan uit. Een veiligheidsissue, een marijuana issue, want dat oké. If de man sluit aan een federatie, kan look voor we maken een beschikking, federatie ook een toestemming, we potten in de toestemming uiteindelijk een standaard te zetten. Veiligheid, mami er aan trouwens aan toe. Education. Educate yourself. One little thing is your stuff, the youth last passing. Yeah. But at that, we have a way of life. They have lost the way, we have to give them the way. There is a way of life in Rastafari that voorbeeldig kan zijn. Exemplary, maar dat kan voorbeeldig kan zijn. Op zoveel aspecten. Elke keer als ik luister wat het inhoudt, denk ik bij mezelf, er is zoveel om te leren vanuit Rastafari. Zoveel beschaving is daar. Vice-president Adin, die in verband met de herdenking van de jaardag van Haile Selassie een bezoek heeft gebracht aan de Rastafarian-beweging in Suriname. In leven zou Haile Selassie 126 jaar worden.